Botox, ik wil Botox. Nou zijn er verschillende soorten Botox, verschillende merken. Waar moet je nou voor kiezen? Botox specifiek is een merknaam. Dus op het moment dat je om Botox vraagt, dan vraag je om het merk Botox van botulinumtoxine. Dus er zijn verschillende botulinumtoxines die allemaal een vergelijkbare werking hebben. Die geven allemaal de spieren, brengen ze tot rust en die hebben net een ander werkingsmechanisme. Afhankelijk van de arts, hoe die ermee kan werken. Ik zelf werk het liefst met Botox, omdat ik vind in mijn handen dat het het meest specifiek is. Heb ik het meest controle over het resultaat. Maar hoe werken die andere merken dan? Ja, het is alsof minder je... Minder controle, minder specifiek? In mijn handen wel. En het is alsof je een auto vergelijkt. Dus dat je het is een BMW anders dan een Mercedes, anders dan een Hyundai. Ja. Maar ze doen allemaal wat ze moeten doen. Ze brengen van A naar B. En hoe ze dat doen, met welke precisie, met welke comfort, is voor elk merk echt wel heel verschillend. Ja, maar waar kies je dan? Hoe moet je dan als patiënt kiezen, als cliënt? Wat je moet weten is dat de inkoop van botulinumtoxine is Botox het duurste. En Botox is het meest onderzocht, dus meest over bekend wat het doet op lange termijn. Dus de klinieken die voor kwaliteit gaan, de meeste daarvan kiezen voor echte Botox, omdat daar gewoon de meeste zekerheid rondom zit. Daar zeg ik niet mee dat die andere producten niet goed zijn. Maar daarom kan je een beetje shiften van, hey, welk product gebruikt een kliniek en wat is de kwaliteit van de kliniek. Okay.